In de grachten rond de Kijfgracht in Leiden mag de komende 3 jaar niet gevist worden. De maatregel is ingesteld om de visstand in de Leidse grachten weer op peil te laten komen. Maar zwemt er eigenlijk wel vis in de Leidse grachten? Ook met een duikerspak aan is het water van de Leidse grachten best koud. Veel zicht is er niet voor de duikers, maar toch gaan ze voor ons op zoek naar de paar vissen die er zijn. Volgens bewoners langs de kant moeten die er wel zijn. Ze komen hier wel vissen tegen, hoor. Ja, echt. Ik heb hier zelf ook vroeger gevist. En ik heb er echt wel zulke blije uitgehaald. Heb je al vissen gezien in het water? Ja. Ja, echt waar? Ja. Hoe groot waren ze? Wijs even aan. Een beetje zo klein. En ik heb nog zo grote gezien. Er wordt gespeurd door de leden van de Leidse studentenduikvereniging. Maar na een uurtje duiken en kijken in het water is de oogst wel wat mager. Ik heb 2 visjes gezien, dezelfde. Ze waren zo groot. Ze hadden bruine streepjes op, op het lichaam. En verder waren ze heel snel weg. Dus ik heb verder geen goede beschrijving ervan. Biologen hopen dat 3 jaar visverbod ervoor zorgt dat er meer vissen in de Leidse grachten komen.